In het Middellimburgse dorp Neer is de Lindeboom bierbrouwerij gevestigd. Vroeger, ten tijde van de oprichting in 1870, telde Neer 3 brouwerijen. Nederland kende honderden kleine brouwerijen die hun afzet vonden onder de rook van de eigen brouwerij. Door de jaren heen zijn ze verdwenen. Zo niet Lindeboom. Ruim 140 jaar later is Lindeboom een van de weinige zelfstandige familiebrouwerijen in Nederland. 4 overeind gebleven brouwt Lindeboom nog steeds voor de mensen van hier. Het eerste brouwsel van oprichter Willem Genen was een pittig streekbier dat hij Genensbier noemde. Een naam die al snel veranderde in Lindeboom. In 1912 bracht de tweede generatie, Bernard en Christine Genen, het eerste Pilsener op de markt. De derde generatie, Willem Genen, legde de fundamenten voor de huidige brouwerij. In de jaren 70 van de vorige eeuw namen zijn zonen Ben en Willem het roer van hem over. De broers gingen verder op de weg van modernisering die door de vorige generatie was ingeslagen. Sinds het overlijden van Ben Genen in 1998 heeft Willem alleen de leiding. De rijke familietraditie, de beste grondstoffen en de zorg voor het brouwen van het bier van hier proef je in ieder glas Lindeboom.